Goedemiddag mensen, tof ik in deze video. Mijn naam is Wesley van Westboy 1999. Met vandaag weer de, de nieuwe John De Wolf Sparta Career Mode. En vandaag hebben wij de finale van het KNVB Bekertoernooi tegen SC Heerveen. En de vraag is: kunnen wij ons um we plaatsen voor Europees voetbal. Want we weten natuurlijk niet hoeveel we gaan worden in de competitie. Als we de beker winnen zijn we voor de Europa League geplaatst. Sowieso. Dus we gaan zien wat het gaat worden. En als we tweede eindigen spelen we volgens mij play-offs om de Champions League. Dus we gaan sowieso zien. Ja, we waren natuurlijk al sowieso, wouden we met uh, Sparta de Champions League bereiken. In dit eerste seizoen waar we ook al wat wedstrijden natuurlijk hebben we verloren. Maar ook toch wel hele goede wedstrijden gespeeld hebben. We ronden in deze KNVB beker toernooi. De 3-0 tegen Cambuur. We 6-0 overwinning tegen Vitesse in de achtste finale. Kortom, het was een goede reeks van Sparta in dit bekertoernooi En Sparta doet het ook goed in de Eredivisie vooralsnog. We gaan zien wat deze wedstrijd gaat worden. We zijn aan het begonnen. De wedstrijd Herenveen-Sparta in het uh, bekentoornis. Uh, wie gaat het worden? We gaan het zien. Sar, de eerste aanval is voor Herenveen. En de bal gaat net naast. Als de kans is voor de. Voor de Vriezen, maar die gaan er niet in. Baas. Baas. Met zijn paas. Het rijmt. De Goesman raakt de bal kwijt. Ibarra. De Goesman. Hier de man. De Goesman die gaat stoppen. Met de bal zitten. Er moet dus een nieuwe oude rots gaan komen. Daar in het elftal. En hier komen we op 1-0. Het is de jeugdspeler die het school doet. Van Dijk. Zet Sparta op 1-0. Maar ik had het over de Goesman. Die gaat er dus stoppen. En dan moeten we een nieuwe oude rots in de branding gaan vinden. Die het elftal op sleeptouw moet gaan nemen. En ik denk dat dan dit keer een verdediger gaat worden. We moeten even zien de volgende af, deze aflevering al. Wie dat gaat doen? De Guzman. Tanese. Tanese afstand. En het is een 18e minuut 2-0 voor Sparta. En dan gaat het hard. Een goed begin is een halve werk. De eerste helft 2-0 Sparta. Tanese die scoort. De man die kwam van de vrije spelerslijst. Schiet ons hier op een prachtige 2-0 voorsprong. Dus en zo zie je dat iemand die. Waar je vrije speler nou hierheen komt. Toch redelijk goed doet. En misschien zelfs nog geld, er kan leveren. geld op kan re leveren. Je weet niet hoe het gaat lopen natuurlijk. Carton. Oeh, dit is slecht verdedigd. Sar er, 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 er geeft, er haalt de bal bij Sambo weg. Maar de bal gaat naast door Sar. Die misschien in had moeten gaan. Olay. Ibarra. Olay. Zo in de voet van de tegenspeler. De bal blijft nu voor Sparta. Van Krooi. Van Krooi ga ik de bal weer kwijt. Het is dus even een... Uh... Minder een momentje van Sparta. Hier nu eh, Andersen. Goed verdedigd. Bal blijft voor Herenveen. En dan komt er ook een gevaarlijke kans weer aan. En dit keer is het lopje wat ook maar net naast gaat. En weg wordt gehaald. En dan uiteindelijk hier opnieuw wordt ingebracht. Maar in de handen van Olai is. Na een halve speler nog steeds 2-0. Nu komt de countermogelijkheid voor Sparta. Hier met Van Dijk. Doet het goed. Van Dijk. Kitilano. Kitilano richting Santiago. Santiago de Guzman. Bal terug naar Santiago. De man die kwam van u terecht begin van dit seizoen. Hier bal voor Olsen. Je weet natuurlijk niet hoe het gaat lopen zometeen het nieuwe seizoen of wat andere spelers die nu basis zijn die basisplaats kwijtraken. als de beter gaat komen. We gaan het allemaal meemaken. Hier bal voor Van Krooy, Ibarra, Ibarra goede paas voor uh, Tanese. Wordt het dan uh, 3-0? Ja, Tanese weer met zijn doelpunt vlak voor rust. Twee keer de spits Thanese. En het is 3-0 Sparta. Sparta heren meester in deze eerste helft. En ik ga de rest simuleren. En tot nu toe toekijken hoe het gaat verlopen. Deze KNVB Bekerfinale tussen Herenveen en Sparta. Maar we natuurlijk hopen dat we gewoon de wedstrijd in, ja, op slot gooien gewoon uh, zo behouden. Of misschien wel meer van maken. Jullie zien het op donderdag en uh, jullie gaan het weekend. Zaterdag gaan jullie ook, of misschien morgen al. Um, of morgen hebben we misschien weer raad, door, raad de BNR. Dat wil ik toch weer een keer weer gaan uploaden. En dan zaterdag sowieso dus uh, de uh, Planet Coast aflevering. En dan ja, gaan we natuurlijk hopen, we worden trouwens 1-3 Heren nu. Maar we gaan natuurlijk hopen zondag kampioen te worden van Nederland. En we gaan natuurlijk dat ook massaal bekijken. De West praat na gaat in het teken staan. En ik ga ook, denk ik, in plaats van een voorspelling, de West praat voor. In plaats van praat na wedstrijd. Ook na praat na, dus geen voorspelling. Ja, de voorspelling gaat dus eigenlijk samen met die Westpraat vooraf. Aan de wedstrijd. Die gaat dus komen. Um, zaterdag gaan jullie die zien. Waar we dus vooraf gaan praten over die uh, kampioenswedstrijd. Samen met Rudy. Of ik alleen. Of eerst ik. En dan komt Rudy erbij voor de voorspelling. We gaan het al zien in die aflevering. De speciale aflevering van de Westpraat na. Slash /west praat vooraf. Voor de eerste keer. In de tekens van de serie. Daar gaan we dus vooraf praten over een wedstrijd. Maar we zijn op 2-3. Ze kwamen op 2-3, Heerenveen. Dus we moesten even het tandje bijzetten zelf. Of gewoon zo houden dat het niet 3-3 wordt. En hier komt de Heerenveen met de handen voor de doelman Olei. De extra tijd bedraagt hoeveel? 1 hmm, minuut extra tijd is niet veel. Dan denk ik dat wij deze beker gaan pakken. Jazeker. Sparta wint de. KNVB Beker van Herenveen. Met 3-2 winnen wij. En dat betekent dat we sowieso geplaatst zijn voor Europees voetbal. Mits wij tweede eindigen. Want dan spelen we, ook nog, dan spelen we sowieso voorrondes nog voor Champions League. Dus we gaan zien: Herenveen, Sparta 2-3. De Guzman als aanvoerder van Sparta. Zijn tot nu toe enige prijs te pakken. En voor Sparta natuurlijk ook een mooie prijs. Op weg naar meer. Wie weet voor Sparta? Voor John de Wolf, het is een merkwaardig seizoen geweest voor John de Wolf bij Sparta. We gaan zien hoe de beker in ontvangst wordt genomen door de aanvoerder, Jonathan de Guzman. Hier zien we natuurlijk Olijf voorop. We zien uh, Ida, we zien uh, je Peter van Krooij zien we lopen natuurlijk. Iedereen die uh, zijn steentje bij heeft gedragen aan het uh, elftal van Sparta, komt hier het veld op. De Guzman, natuurlijk de man die de beker houdt. Dat is, niet echt uh, Den appel, maar goed. Moeten we hem maar voor lief nemen. Zo is het een feit. Sparta wint de beker. En we gaan door in het seizoen wat nog rest. Zijn de laatste wedstrijden in dit toernooi. Of in dit toernooi. In dit uh, Eredivisie seizoen. We winnen dus. En uh, ja even kijken. We gaan door in de Eredivisie. Wat het gaat worden. natuurlijk een interview na de wedstrijd. Die moeten we zeker niet vergeten. Al met al een fantastische prestatie. Dat zeker weten. En we gaan gewoon... Uh, nu, wegen Herenveen spelen in de Eredivisie, die gaan we snel simuleren. En deze wedstrijd verliezen wij dan weer met 2-1. Ze hebben een genomen, Herenveen. Waardoor wij nu op een positie staan. Uh, even kijken, Cambuur. Nou, die moeten we simuleren tot zien te winnen. Daar uh, ben ik niet zo uh, bang voor dat we die gaan verliezen. We staan tweede. We moeten van Cambuur nu dus eigenlijk zien te winnen. Wat doen we uit tegen Cambuur? 2-2. Dat is alweer wat minder. Toch weer puntenverlies voor Sparta. Laatste wedstrijd van het seizoen. AZ wacht. Van Krooi benaderd. Ik, had natuurlijk, ik, dacht, ik dacht Vito van Krooi die ging, ik ook hier verlengen. Maar uiteindelijk werd dus de doelman bedoeld. En ja, die die gebruikte toch al niet echt. Dus dat, ja, dat was misschien niet zo erg. Maar goed, we hebben Vito van Krooi dus wel verlengd. Alleen was het de verkeerde. Maar dat maakt niet zoveel uit. Uh, wie zien het: twee jaar verlenging heb ik aangevraagd. En dan, uh, dat accepteert hij ook. Salaris wat hij ook niet weigert. En zo is hij dus sowieso nog verlengd bij ons. Maar het was dus de doelman die ze bedoelden. De andere van Krooi. Um, AZ en Go ahead zijn de ploegen die nu. Um, meer staat Leno thuis uit, maar um, die we nu hebben. AZ en Go ahead. Wat doen we tegen AZ? Die gaan we de hoogtepunten van spelen, kijken hoe hij gaat lopen. In de minuut 20 komt AZ er voor het eerst uit met Kerkes. Dat ook wordt ook wat gezet door Ibarra, de bal zit buiten hier. Klaas, Kerkes, De Wit, Klaas. Klaas wordt um, van de bal gezet, de bal uiteindelijk hier terug voor Sparta. Nu is er weer een aanval van AZ. Na half uur spelen is het hier De Wit. De Wit gaat de hoge paas richting Evian. Evian raakt de bal kwijt. En zo is het de vrije trap. Nee, de hoekschop nu voor Sparta na 30 minuten. De hoekschop van Van Dijk. Van Dijk. Kopbal. En hier de Tarnese met de kopbal. Maar die gaat er niet in. Tussen minuut 37. Weer een aanval voor Sparta. Kitolano. Kitolano. Komt daaruit. Goed. Goeie paas. Van Dijk. Dan moet dit hem worden. Van Dijk. Van Dijk. En de bal wordt geblokt. AZ nu met weer een tegenaanval. Zo vlak voor rust. Jordi Clasi, Clasi Op zoek naar zijn medespeler vindt hij ook. Carson. En de bal wordt weer weggehaald door Sparta. In begin van de tweede helft. AZ met een aanval. Met um, FJN. FJN wordt weggestuurd. Evien is weggestuurd. Er komt er een kans. verdedigers zijn hier op tijd. Carson. FJN. En de bal naar de doelman. Nu een actie weer voor Sparta. Minuut, ongeveer minuut 50 bijna. Thanese. Goeie paas op Thanese. Die is nu vrijgespeeld. Thanese. moet het nu eh, de voorsprong worden voor Sparta. Ja, 1-0 Sparta. Thanese scoort. En hij deed ook in de bekerfinale. Twee keer nu hier tegen AZ. Nog, nu nog, nog een kwartier te gaan. 1-0 Sparta. Maar AZ gaat wel richting een gelijk maken. Tenminste, dat denken ze. Parfides. Bal terug naar achteren. Clarence Son. met zijn voorzet. Daar wacht hij lang mee. Bal terug naar achteren. Reinders krijgt de bal uiteindelijk goed verdedigd. In de laatste minuut van de wedstrijd. De 88ste minuut. 89ste, de 89ste minuut loopt. Carlsen weer goed verdedigd. Dan is het klaar. En dan wint Sparta met 1-0 van AZ. Een belangrijke overwinning. Zeker voor de nummer 2 positie. Uh, want het rest nu nog tegen Goa Rios. En die gaan we simulerend ook wel hopelijk gaan gewinnen. Het is de laatste Eredivisie wedstrijd. Die moeten we winnen ook. Om derde te blijven. Anders gaat nog nummer 3 over ons heen. Dus we gaan zien hoe dat gaat worden. We gaan eh, trouwens eh, Omar Rekiek definitief naar eh, Sparta halen. Dat is onze eerste officiële aankoop, eigenlijk. Want hij was uitgeleend. We gaan hem nu officieel halen naar de club. Omar Rekiek, cruciale rol. Ja, dat denk ik wel. We gaan volgend seizoen natuurlijk wat anders spelen. We zien dat we hem ook al gaan uitlenen. Als er verdedigers gaan komen. In ieder geval hebben we dan wat achter de hand. Omar Rekiek is de eerste officiële speler die komt. Jullie gaan deze aflevering ook nog andere spelers zien die gaan komen naar Sparta. Ze zitten ondertussen al in het nieuwe seizoen, maar nu nog niet. We gaan nou nog eens even het seizoen afsluiten. Sambo, die gaan we ook proberen toe te voegen aan de selectie. De rechtsachter van, de, van PSV. Maar er was nog een heel klus om daar goede spelers bij te zoeken. Zoals misschien. Uh, even kijken, te kijken naar uh, Eerthuizen. Die willen ze niet. Ze willen 1.6. Ik zeg, doe maar 1.3. En dan gaan ze meer akkoord. En dan 11% doorverkoop. Oké, okay. daar gaan we ook proberen Sambo toe te voegen. Dan gaan we ook onderhandelen voor hem. En dan zou dus hij de tweede zijn die komt. Naast dus Omar Kiek is ook um, Sambo, de man die geleend was van PSV. Gaat officieel komen. De rechtsachter, onze vaste rechtsachter. Gaat hij ook officieel tekenen nu bij Sparta. Hij heeft het goed gedaan. En zo is hij nummer 2 die tekent hier in, op het kasteel um, voor Sparta. Officieel overgekomen van PSV. Zo, dus twee goede aankopen verricht. We gaan zien wat is het allemaal zometeen het nieuwe seizoen gaat worden. Hoe, 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 hoeveel geld we gaan krijgen. Dat is allemaal nog de vraag natuurlijk. We gaan door. We gaan door naar de wedstrijd tegen Goethe. De laatste Eredivisie-wedstrijd. Gaan we die winnen? Nou, deze doelman. Dus de Delano van Croy. Die is dus uh, dadelijk uh, naar, naar een andere club gegaan. ja op zich ben ik daar niet zo. Uh, vind ik het niet zo erg, laat ik het zo zeggen meer staat is ook voor, een, voor mijn lening als ik het goed heb. Weg. En van Krooij van Krooy vertrekt. Prima. En nu dus de laatste wedstrijd in de Eredivisie. Die winnen wij met 2-1. Dat betekent dat we tweede zijn geëindigd in de Eredivisie. En dat we dus uh, ja, play-offs gaan spelen. Om uh, voorrondes gaan spelen om Champions League. en dan had AZ er ons 1 gekund. Denk ik. In ieder geval is AZ eerste geworden. Wij tweede. En AZ derde. Verrassende top 3 dus. En we gaan nog kijken of we alle spelers... Vragen. Ik wil eigenlijk stroopman voor volgend seizoen vastleggen... op de positie waar de Guzman nu wegvalt. Uh, Bonskoos Denemarken wijzen we af. Maar we gaan een beetje snel door het seizoen heen nu... want het seizoen is afgelopen en we gaan uh, beginnen aan een nieuw seizoen. Nieuwe gezichten. We gaan ook natuurlijk nieuwe, nieuwe jeugdscouts toevoegen... voor een bepaald aantal landen. Want we willen natuurlijk ook weer jongere spelers toevoegen aan de selectie... naast uh, Van Dijk die we nu natuurlijk hebben... We willen natuurlijk onze selectie meer uitbreiden met de jongere krachten in het elftal. Um, we gaan door en het seizoen is voorbij. De tweede hebben we hebben twee dagen eindig, hebben de bekerronde. Dus natuurlijk eigenlijk een perfect, perfect seizoen voor um, Sparta. We gaan zien wat het, in het nieuwe seizoen gaat worden. We nu zijn aangekomen met een transferbedrag van 30 miljoen. Uh, Boya is wat worden uitgeleend. We gaan een beetje dit de allemaal weg, prima. En dit is het elftal zoals het nu uitziet. Dus de speler die dus niet meer bij de selectie zit. Nou, stroop maar wordt het niet, want die kunnen we niet halen. Die wil de club niet verkopen. Dat is dan weer minder. Dus dan kunnen we niet de vervangen halen van de Guzman. op die positie. Dan moeten we een andere oude rots in de branding halen. En misschien een jeugdspeler op de plek zetten waar de Guzman stond. Want dan geef ik toch eerder de voorkeur aan een jeugdspeler dan een andere speler die minder is. Als we een Nederlandse jeugdspeler kunnen toevoegen aan de selectie. En die kunnen laten groeien, is natuurlijk beter. Ook al is die van een lage algemeen maar ik ging dus even kijken naar oudere Nederlandse spelers aanval, middenveld, verdediging, keeper. Maakt niet uit eigenlijk, hadden, keeper hoeft ja, keeper eigenlijk niet want dan hebben we een goede keeper staan. Aanvallers. Ik zat te kijken Bas Dost. Ja, middenveld Jordi Klaas. Ja, former, maar die is gestopt. Die gaat stoppen in ieder geval. De Roon. Wijnaldum, Ja, Van Ginkel. Zat ik altijd twijfelen om die te halen. Verdediging zat ik dan eigenlijk hier. Jeffy Bruma, die is transfervrij. Dus ik besloot eigenlijk na lang wachten. En ook na een tijdje zoeken om dus Jeffy Bruma naar Sparta te halen. Dat betekent dus dat. Dan um, nou heb je dus Bruma en Rikiek. En we kennen allemaal dat videoclipje toch natuurlijk nog. Van wij zijn niet bang. Want Bruma is er. Wie dat niet kent. Dat zijn meestal voor de, waren meestal voor de PSV-supporters toen. Met het landskampioenschap van hun. Nou, uh, als jullie dat niet kennen, hier zien jullie even een stukje voorbij komen. Als ik het nog kan vinden, zo niet. Als ik het niet kan vinden, dan weten jullie wel wat ik bedoel. Wij zijn niet bang, van Puma is erbij! Puma is erbij! De vervanger van um, de oudere rots in de branding, de Guzman. En hem gaan we dus toevoegen in de verdediging. Dat gaat ten koste van Santiago, de speler die we gehaald hadden vanuit Zuid-Terecht. Uh, want ik heb natuurlijk Ibarra ook staan, een jeugdspeler. En ja, ja ik, beschok, ik wou ook proberen om Luc de Jong te halen, maar dat werd hem niet. Dus um, dat dus dan weer niet. Uh, maar wel dus uh, Jeffrey Bruma. Die dus nu naar de club gekomen is. Even kijken. En die gaan we dus ook toevoegen. Ja, Ibarra is zeer ter algemeen. En ja, is dat jaar 68. Dus dat is al snel, keuze snel gemaakt. Jeffrey Bruma is nu en de aanvoerder. Tenminste, is hij eigenlijk een aanvoerder? Of is het nou van, of van Dijk aanvoerder? Ik ben even, voor mij, nee. Ik heb, um, hoe heet die aanvoerder gemaakt? Jeffrey Bruma. Jazeker, oké. Okay. Um, even kijken hoor. Welke spellen kunnen we nog uitlenen/verkopen? Schonerwald niet, want we hebben maar één doelman achter de hand. Mocht Olij geblesseerd raken, we hebben ook geen jeugddoelmannen, dus daar moeten we ook even mee oppassen. Moeten we moeten in ieder geval gewoon scouten. Hopelijk dat ik bij de scouts wat jeugddoelmanen tussen zit. Ik besloot nog even te kijken hier op de lijst of we al nog konden verkopen. Uh, maar die kitolano niet verschuren. De rest van de wedstrijden gaan we dus volgende aflevering simuleren. Ik bedankt voor het kijken deze video. Ik heb daar een gedaan en zeg het tijd zoals nu, later.